Na bijna 3,5 jaar heb ik een einde gemaakt aan mijn relatie. En nu ben ik onderweg naar Portugal. Samen met mijn vriendin Danielle. Hoe lang ik daar precies blijf, weet ik nog niet. Want ik kocht een enkele ticket. Zodra ik voorzichtig bij het openen van de bagagebakken al bagagekant zijn geschoven en de bus vallen. Tantje! Tantje, we zijn er! Geland! Niet te geloven, we zijn er. Hey, met liefdesverdriet in Lissabon. Hey, dat is zo over. Want je bent met mij! Dat is waar. Dat klopt. Nou, je maakt wel een hoop goed. Jezus, je bent zo leuk dat we hier zijn, meid. We zijn er gewoon. Yes. Ik begin met een cappuccino en Daan begint met een muffin. Ik had wel wat idee toen hij opsteeg van oké, nu ga ik even alles achter me laten. Ja. Ja, ik vind nu al een goede keuze dat ik hier ben. Ik ben er 20 minuten. Dus, nou, Daan moet even op de koffer. Daan heeft de koffer, ik niet. Is ze al. Daar is ze, met de mooie blauwe koffer. Ik vind het altijd leuk als een man je ziet, zeg maar. We gaan nu al over mannen hebben. Ja. Nee hoor, sorry, ik vind het prima. We besloten eerst naar het centrum van Lissabon te gaan. Aangezien ik toch nog niet in mijn appartement kom. Het was allemaal een beetje rommelig en hectisch en gedoe met die bagage. Maar tegelijkertijd was het zo fijn om daar te zijn. Er viel echt een last van me af. En na een uurtje of wat zochten we een taxi om naar Ericeira te gaan. Het dorp waar we de komende periode gaan verblijven. Ik vind het zo leuk dat ik weer eens in het buitenland ben. Dat is echt te lang geleden. Danielle heeft allemaal vriendinnen hier. Je bent echt een wereldburger. Je hebt overal vrienden. Ja, op zich wel. Ja. Ik heb ook een vriend in Australië. Leuk. Maar onderweg ging het niet helemaal soepel. De taxichauffeur kon namelijk mijn appartement niet vinden. Atlântico, in die zijde. Is het ook in de straten? Het is Ericeira, maar het is Carvoeira. En dat is dus een dorp naast Ericeira. Meen je niet? Ja. Dus we zitten verkeerd. Ik word opgehaald. So the girl will stay the gas station because this is right nearby. Yeah. The girl. In one of the disturbances. Yeah. Oh, wat grappig. Okay. Thank you. Hola, ik ben er. Het was eventjes een beetje raar net, want ik werd dus opgehaald omdat de taxichauffeur het niet kon vinden blijkbaar. Maar het ging allemaal even heel snel, dus maar ik ben er. Dit is het appartement. Ik vind het zo gaaf. Kijk. Oké, ik loop gewoon even rechtdoor naar buiten, want hallo. Kijk even. Kijk naar de view. Dit is gewoon mijn uitzicht. Dit is gewoon mijn uitzicht. Ik vind het zo gaaf, joh. Het is toch niet te geloven. Ik ben zo blij. Ik kan er niet over uit. Het is gewoon nog mooier. Ik vind het nog mooier dan op de website. Oh, je wil je toch nooit meer weg als je hier bent? Goed, ik ga even binnen laten zien. Het is dus een studio. Met daar een bed. En ze hebben het ook echt heel erg leuk ingericht, vind ik. Oh, een tv, dat heb ik nog niet eens gezien. Nou, ik kan dus ook lekker koken. Nou ja, zo ben ik. Ik wil gewoon zelf koken. De badkamer. Met een fijne douche. Oh, het is nu 8:30 s'avonds en ik ga nog even snel naar de supermarkt om even yoghurt te halen. Moet ik echt opschieten trouwens, want dan heb ik morgenochtend al lekker yoghurt. Danielle, dat is mijn vriendin, zij zit hier op een paar minuten lopen afstand. Want ik vond het toch wel heel lekker om gewoon mijn eigen plek te hebben. Het ligt niet aan haar, maar ik vind het gewoon lekker om ja, ook gewoon even alleen te zijn. Dus vind ik niet erg gelukkig. De supermarkt zat maar op een paar minuten lopen afstand. En ook hier kon ik niet over uit, want ze hadden gewoon alles wat ik maar wilde. Ze hebben gewoon echt super veel biologisch. Dus wat dat betreft, ik kan hier gewoon alles eten wat ik thuis ook eet. Ja, ik weet dat het een beetje overdreven is, maar ik vind dat gewoon fijn.
helemaal niet eens zo slecht. Kan toch niet zijn dat alles mee zit? Ik bedoel, dat is gewoon tegen alle natuurwetten in. Nou, ik heb wel iets om te zeiken. Ik voel wel namelijk dat de kussen heel erg plat is. Nou, gelukkig. Stel je voor dat echt alles mee zit. Dan klopt toch niks meer in het leven. Ik ben helemaal blij gewoon eigenlijk. Ik voel me echt helemaal super excited. Ik heb zoveel zin in alles. Nou ja, alles. Ik weet eigenlijk niet wat ik precies allemaal ga doen hier. Die laatste week thuis voelde echt alsof echt het einde van een hoofdstuk aan het naderen was. Maar dat je ook nog niet precies weet wat er daarna komt. En dat weet ik nu nog steeds niet precies. Maar ik heb wel het gevoel dat het afsluiting is van een periode waar ik heel graag uit wilde. Dus dat hoe ik ook terugkom, dat het anders is dan hoe ik me voelde in de periode hiervoor. Ja, dat moet toch ook wel. Ik zie deze reis wel als een soort scheidslijn. Tussen, nou, mijn leven nog met relatie. Nou, dan nu dit als een scheidslijn. Even tussenpose, tussenfase. En dan straks leven, in ieder geval zonder die relatie. Niet dat ik mezelf in een andere relatie zie, hoor. Daar kan ik nog niet eens aan denken. Ja, ik dacht ook van, nou, misschien ben ik wel verdrietig als het vliegtuig opstijgt. Of word ik heel erg melancholiek. Of voel ik me heel eenzaam als ik hier ben. Dan denk ik, oh, waarom ben ik hier? Maar ik ben alleen maar blij. Echt vanaf het moment dat ik eigenlijk op het vliegveld was, voelde ik me blij. En dat ben ik nog steeds. Dus nou ja, benieuwd hoe ik morgen wakker word. Goedemorgen. Eerste ochtend. Ik heb gewoon aan de raam vanuit mijn bed. Oh, Peter. Het is nu 7:30. Nou, goedemorgen. Ik heb koffie op, even snel gedoucht. En dan ga ik nu make-uploos even een stukje lopen. Ja, ik denk ik moet heel even naar buiten. Om even naar de zee. Ik sliep trouwens helemaal niet eens zo slecht. Dat is heel positief als ik dat zeg. Ik lag wel al een paar keer wakker. Maar ik voel me echt super op dit moment. Dus we gaan even lekker naar buiten. Oh, het is echt leuk. Naar buiten. Dat is mijn appartementencomplex. Ik denk die. Die denk ik. Of nee, die. Oh nee, wacht, die. Sorry, een van die. Want ik kijk uit op het verkoopbord. Jeetje, sorry. Oh, ik val echt van de ene verbazing in de andere. En terwijl ik daar zo zat, kreeg ik voor het eerst weer even het gevoel dat gewoon alles klopte. Een gevoel dat ik zeker al een jaar niet meer heb gehad. Nou, dat was echt geweldig. Ik ben thuis. Ik ga even lekker yoghurt eten. Ik gooi er nog een beetje bij, denk ik. Ik moet een beetje aankomen. Ik ben gewoon best wel afgevallen door alle stress. Ik baal er gigantisch van, want ik had echt eindelijk een gezond gewicht. Ik ben kwijt. Dus ik moet ook gewoon even extra eten proberen. Doe mijn best. Dus even lekker ontbijten, heel even relaxen, opmaken straks en dan met Daantje op pad. We zijn bij Daan met de yogamat. Oh, zit je slaap? Mag ik je slaapkamer zien? Het is daarachter. Het is een loft. Oh, ja, dat vind ik echt wat voor jou een loft. Ja, hè? Dus maar je woont in Dordrecht ook in een soort loft, toch? Ja, eigenlijk wel. Alleen mijn slaapkamer zit een deurtje in de badkamer. Dus net als hier, is ook gewoon één open space. Oh. Ja. Wauw. Oh, sorry. Heel enthousiast. Oh, hier zijn de bedjes. Badkamer. Daantje. Is dit nou de eerste keer dat je hier bent? Nee. In Erie? Nou, in deze loft. Ja. Oh, het loft wel. Je was eerst ergens anders. We liepen naar het centrum van Ericeira om even in wat winkeltjes te kijken.
ook dit soort dingen. Ik hou ervan. Vervolgens dronken we even koffie in de strandtent. Om erna naar de zee te lopen. Hoewel we ons hadden voorgenomen om het niet te veel over liefde te gaan hebben, kwam het toch ter sprake toen we eenmaal op onze handdoek lagen. Maar ik kan me nog niet voorstellen dat ik met iemand anders iets zou beginnen. Nee, dat ben ik echt nog niet. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je dan met iemand omgaat, ineens zit je erin. Ja. Ineens is het gewoon zo. En dan is het des te moeilijk om er dan weer vanaf te komen. Ja. Of weer even jezelf te cleansen van, oké, wat is er nu allemaal aan de hand? Ja, dat klopt wel. Het gebeurt er allemaal. Ja. Als je zo'n intense relatie hebt gehad, met ook veel pijn. Ja. Dan denk ik, nou, ik voel nu geen pijn. Ik heb ook helemaal geen zin om het op te gaan zoeken nu. Het is gewoon ook heel kwetsbaar weer worden, hè? Ja. Maar ik weet niet of dat ik per se een partner wil, hoor. Dat heb ik nooit zo gehad. Op een gegeven moment wilde ik Mels, maar ik hoef niet per se in een relatie. Ik moet iemand echt leuk vinden. En ik ben bijna nooit verliefd. Nee. En als ik verliefd ben, dan is het heel, heel lang. Dus het is nu pas aan het overgaan. Weet je, ik ben zo blij dat ik me niet meer verliefd voel. Ja. Ik zit nog in een rouwproces, hè? Nou ja. Oké. Okay. Ja, soms kan je ook verliefd worden op kleine dingetjes, toch? Of op het leven of dingetjes die je zelf meemaakt. Nou, dat is inderdaad. Ik voel nu weer meer vreugde voor de gewone dingen. Ja. Voordat ik naar Portugal kwam, vroeg ik me nog heel erg af of ik wel de juiste keuze had gemaakt. Sterker nog, mijn verstand zei dat het goed was, maar mijn gevoel absoluut niet. Maar dat laatste lijkt dus te veranderen sinds het moment dat ik in Portugal ben. Al weet ik natuurlijk niet zeker of het maar een momentopname is. Waarom ben ik zo lekker licht? Min drie zou de uitgang naar het... Goed.